Ik ben Mitchell. En ik ben Bianca. We zijn hier nu bij een oogstfeest. Het is georganiseerd door deze buurt. En we gaan nu dus een kijkje nemen. Goedendag. Kunnen jullie even voorstellen? Ja, ik ben Damiel, ik ben 16 jaar en wij hebben hier een project opgestart. Nou, ik ben Jordi, ik ben ook 16 jaar. Nou, ik heb Damiel mee geholpen. Jullie zijn leerlingen van het Egnaton? Ja, wij zijn leerlingen van het Egnaton. Verschillende klassen zijn hier. We hebben hier een project opgestart voor ouderen. En daar doen wij al mee. Vinden jullie dat dit soort projecten vaker moeten georganiseerd worden? Ja, ik vind het wel. Je ziet de mensen, vinden het helemaal leuk. Ook omdat het jonge kinderen zijn. Dus de mensen genieten er wel van. En wat hebben jullie precies allemaal gedaan hier? Nou, we zijn 10 uur begonnen. We hebben broodje gemaakt. Soep, we hebben drink gehaald. Van alles gesmeerd. Ja, en dat hebben we voor deze ouderen gedaan. Ik ben Serena van Beveren van Stichting Stad en Natuur. En ik ben Margrieta Ringers, de collega van Serena. Het is een proef van een stadsakker. En zowel voor jullie school als voor de buurt. En daar willen we wat meer bekendheid aan gaan maken. Dat het bestaat en dat mensen daar op kunnen helpen. En eten, ja, planten helpen eraf te halen, zeg maar. Het is een beetje spannend voor ons hoeveel mensen er komen. Dat zal ook een beetje van het weer afhangen. Als het droog wordt, dan zullen er misschien best wat komen. Er komen in ieder geval 11 mensen vanuit een verzorgingstehuis hier in de buurt. Die komen lekker smikkelen van een lunch die door medeleerlingen van jullie is klaargemaakt. Ja, we hebben al wel reacties gehad. Er fietsen natuurlijk ook heel veel mensen hier door het park. En die vinden het wel leuk dat er is wat gaat gebeuren. En vragen wat het is. En dan nodigen ze natuurlijk uit om vanmiddag te komen kijken. En er was net ook een mevrouw die wou pompoenen kopen. Dus er is wel behoefte aan eten van, ja, van het Denel Park. Oké, en dit was Egnaton FM bij een geslaagde dag. Hier zo bij het evenement voor de oudere mensen. Wij hopen dat jullie het leuk vonden. En ik wil even onze cameraman erbij roepen. Hij heeft deze fantastische beelden gemaakt. Ja. Ik heb het met plezier allemaal geschoten en ik vond het een erg leuke dag. Ja.